Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 online pimp video. Want er is afgelopen donderdag weer een nieuwe auto uitgekomen. En die gaan we natuurlijk weer vandaag gaan pimpen. Ik heb een hele tijd niet geüpload, puur omdat ik een beetje ziek ben. Misschien kan je het nog een beetje horen, ben nog een beetje verkouden. Maar we gaan er gewoon bots weer tegenaan. Dus vind je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En we gaan gewoon even kijken wat voor autootje het is. Want als je naar je internet gaat en bij Legendary Motorsports heb je een nieuwe SUV. En hij heet de Lampadati Novak. En is $608.000 waard. Persoonlijk hou ik niet echt van de SUV's. Maar ja, we gaan hem gewoon gaan pimpen. Het valt nog mee voor GTA hoe prijzig hij is. Onder de miljoen. Dus ja, hij is niet heel duur. Maar we gaan zien hoe we hem kunnen pimpen. Ik hoop dat hij vet is. Ik heb hem al gekocht. Zoals je ziet staat hij hier. En kijk eens aan. Ik ben nooit echt een fan van de SUV's dus. Maar ja. Ja. Hij ziet er wel. Voor een SUV vind ik hem wel leuk. Ook wel zeker met die zijdingetjes eraan. Vind ik het wel heel fijn. Maar we gaan. Zo maakt hij nu echt zo'n brommend geluid. Oh nee. Ik dacht dat hij echt een pruttelend geluid heeft van uitlaat. Maar we gaan hem even pimpen. Ik hoop dat. Zo, ik. Is die vering nu echt zo raar? Of is dat gewoon mijn gedachten? Deze auto voelt raar af op een of andere manier. Hij gaat heel hard door zijn vering of zo. Moet je kijken. Oh, sorry. Hij gaat wel hard voor uw SUV. Maar volgens mij. Gaat hij keihard door zijn vering. We moeten ergens zien te jumpen. Wacht, hier kan het wel. Ja, kijk. Hij zit keihard door zijn vering. Nou, dit is wel de. Een lach iets. Maar we gaan gewoon naar de pimpzaak. Kijken hoe we hem kunnen pimpen. Van kleuren heb ik nog iets. Totaal niet. Eigenlijk echt totaal nog niets in mijn hoofd. Maar we zullen zien. En Hendrik. We zijn er. We zijn er om de auto te pimpen. De Lampadati Novak. Ik weet echt niet hoe ik moet uitspreken, maar. Het zal wel. SUV. Hoppa, 147 om te repareren. Armor. Nou ja, puur omdat ze een promotie zeggen. Gaan we armor opzetten. Ja, even rempjes erop zetten. En gaan we naar de bumpers. De voorbumper. Kijk, dat is nu iets. Waarvan ik denk is van, is het nodig? De ja of de nee? Op zich is het wel grappig, maar ik weet niet. Kunnen we hem ook in de tweede kleur doen? Carbon, doe zo zo. Oh, waarom is dit carbon? Waarom is dit carbon? Oh nee. Oké, we gaan dan wel voor deze. Puur omdat hij dan nog iets meer uitstraling heeft. De achterbumper kunnen we volledig dicht doen. Kunnen we een soort ja, vakjes van maken. Kunnen we een rode streep erop doen. En kunnen we nog een rode streep erop doen. Ja, ik ben niet echt. Oh, dit. Ja, we pakken dit. Dit kan er mee door. Dit kan er mee door. De engine is ook een promotie. Dus hoppa, kopen die handel. Zo, nu gaan we door naar de uitlaat. En de uitlaat is belangrijk. Even het rook wegdoen. En de big bar. Oh. Nee. Nee. Oh. Ik zit te twijfelen tussen de bar en de titanium split. Nou, dat zijn echt knetterharde jukels dit. Oké, okay, we gaan voor de jukels. We gaan voor de jukels. Maakt niet uit. Explosie zet er nu op. En nu de hoed. Dus de motorkap. We kunnen zo'n ventilatieding erin doen. Ik weet niet waarom je zo je auto zou maken. Maar ik vind het echt gewoon gloedje lelijk. Ik zweer het je. De street kan nog. Nee, weerleden. Oh. Kijk, die vind ik heel prachtig. Dat vind ik de mooiste tot nu toe. Maar ik weet echt niet waarom je dat als carbon zou doen. Oh. Oké, okay, ik vind het wel gaaf. Ik ga denk ik wel voor deze. Hij is een beetje aan de
hogere kans. Veel mensen zouden het echt lelijk vinden. Maar misschien kan ik het nog zo, ga ik zo nog veranderen. Je flauw idee. Trukhoorntje erop. En we gaan naar de lichten. Oké, daar kunnen we nog neon erop gooien. Ja, we doen het gewoon. Zometeen gaan we nog de kleur kiezen. Ik weet dat nog niet. Livery doe ook later. Nummerplate doe gewoon black en yellow. Respray doe later. Dan gaan we naar de roof. Ik vind wel dat je nog redelijk goed kan pimpen eigenlijk. Je hebt nog veel opties. We kunnen dus een roofrekker opzetten. En een roofbox. Ik zweer het, die moet er gewoon op. Dit is de eerste keer dat hij een GTA zet. Die moet er gewoon sowieso op. Hoe lelijk het ook staat. Het moet erop. Dan gaan we naar de skirts. Dan kunnen we een klein lipje aanhangen. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Ik denk dat ik hem gewoon standaard laat. Sorry. Maar ik laat hem standaard. En zo, je hebt veel spoilers. We gaan door naar de. Waar zit die? Carbon wing? Oh! Ik zie het nu pas. Oké, dat is, maakt niet veel verschil, maar je hebt nog een tweede spoilertje op de kofferbak. Je hebt nog een andere spoiler, die vind ik wel leuk. Je maakt hem dat secondary. Carbon, nee. Nee, dat past totaal niet. Dit is meer voor een sportauto of zo. Dit wordt hem niet, maar op zich kan deze wel. Ik vind deze het beste. We gaan voor deze. We kunnen hem lager aan de grond zetten. Oh, die vering, jong. Oh, joi. Lekker een promotie. Hoppa. Transmission en promotie. Turbootje erop. Dan gaat hij veel sneller. Gaan nog de wieltjes. We gaan wel voor SUV-banden natuurlijk. En dat is altijd lastig. Welke banden ga je op deze auto? Oh. Oh! Ik denk dat ik voor deze ga wachten. Hier deze. Oké, okay, we gaan gewoon voor deze. OB. OB. Kleurtje doen we later. Doen we tire design erop. Hoppa. Bulletproof tires natuurlijk voor iemand ze kapot schiet. En tire smoke doen we later. Kunnen we ook nog de windows blenderen. En dan gaan we over naar de livery. Oké, de livery. We kunnen een streep erop zetten. En ik moet zeggen, dit ziet er wel heel erg mooi uit. Wit staat beter dan zwart, vind ik. Maar het staat wel. Kunnen we ook nog een racing. Oeh. Die bliksem dingetjes. De voorkant is leuk, maar ik vind het zonde van die nummer 1. Ik vind het echt zonde van die nummer 1, eerlijk gezegd. Nee, is lelijk, is lelijk, 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 lelijk. Wat is dit dan? Het zijn allemaal snoepjes of zo. Le chien, het is een Franse camel. Of een Franse livery, sorry. Nou, ik moet zeggen, je ziet er niet uit. Een burgershot. Nou, nee, dat doen we ook niet. Ik denk gewoon. Ik vind dit wel echt heel gaaf. Ik vind dit echt. De voorkant vind ik echt heel gaaf. Want die witte streep. Oké, we doen gewoon dit. We doen gewoon dit. Want dit moet leuk zijn als iemand zo over straat ziet gaan. Doe de primary color. Oh, moet even kijken. Eerst naar de secondary color. En gaat het? Nee, ik pak de livery niet mee. Jammer. Hij moet gewoon mat. Hij moet gewoon mat. Oh. Ik zweer het je. Ik ga voor wet. Ik ga voor wet. Sorry, het spijt me. Oh. En dan? Wat zou het doen? Secondary wet? Of zwart. Ja, sowieso zwart. Ik vind het echt. Er gaan we, sorry, maar ik vind het echt. Ik ga het gewoon zo laten. Ik vind het echt magnifico. De wielen kunnen ook nog kleuren. Hoppa, dat doen we dan. Ook zwart. Hoppa. Alright, de wielen zijn gekleurd. En moet je eens luisteren naar het geluid. Ik zweer het je. Oh la 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 la. Nu nog tire smoke. Gaan we ook wel zwart doen. Puur omdat dat
Ken. En volgens mij zijn. Oh, we moeten nog de lichten, de neon kit, moeten we ook nog een kleurtje geven. Geen flauw idee welke kleur ik dat zou moeten geven. Nou, we laten hem gewoon wit, standaard, hoppa. En volgens mij zijn we dan klaar. Ik wil nog even een kleine check doen. Nee, ik vind dit persoonlijk mooier. Anderen gaan wel voor de anderen gaan, maar dit vind ik persoonlijk mooier. En onze vakantieauto is klaar met de koffer erop, dus we gaan naar buiten gaan. En het is prachtig, prachtig licht. Dus we hebben chance, we hebben chance. Hoe laat is de GTA? Om 7 uur. Dan moeten we ons haasten, want zo meteen is het weer al donker. Hetgeen dat ik eerst wil doen voor ik ga een stukje rijden, is de deuren openen. En hoppa. Oh, ik doe mijn achterdeur dicht. Hoppa, open. En je ziet er een heel mooi motorblokje in liggen. Een mooi motorblokje voor een SUV. Ik vind het jammer dat je gewoon de binnenkant niet kan aanpassen. Maar, wil je een auto? Je hebt genoeg kofferruimte. Kunnen 5 personen in, inclusief aan stuur. En ja, de motor is heel mooi, heel mooi, heel mooi. En dat was de binnenkant van de auto. Dan gaan we uit first person. Doen de deuren dicht. En gaan een stukje rijden. Want hij is heel sick. Oh, zo, hij trekt snel op. Hij trekt wel heel snel op voor een SUV. Dus kijken. Ik kan beter even naar het vliegveld gaan, want in dit verkeer gaat dat niet worden. Hey, jij gaat schade betalen, jongeman. Nou, ik vind het echt wel. Op zich vind. Als ik nu moet vergelijken met de auto toen ik hem kocht en nu gepimpt, moet ik zeggen dat ik dit nu veel, veel, veel mooier en aangenamer vind. Eerlijk, ik zou hem nog kopen in het echt. Maar dan moet hij er wel een beetje zo uitzien. Dan moet hij niet standaard blijven. En ja, dit vind ik vele, vele malen mooier dan gewoon het origineel. Hij. Oh, wow, gaat niet zo soepel. Alleen, hij glipt wel een beetje heel hard weg. Dus je moet niet echt sturen. Moet je kijken. Maar hij geeft wel gas. Het enige wat ik raar vind is die vering. Dus ja, moet je kijken. Hij gaat die banden zitten. Oh, wop. Recht in de kast, jongen. Maar ik wil wel even hier. Ik weet dat er hier een stuntje aankomt. En dan wil ik gewoon even zien hoe die vering bij de landing komt. Remmen. Ja. Oh, mooie bocht. Mooie bocht. Oh, hij slipt echt gewoon weg. Ik kan echt niet sturen met dat ding. Oh. Ja, oké, we gaan even een sprongetje nemen en kijken. Ik ga proberen de vering in de gaten te houden. Oké, moet ik er wel rechtop op gaan? Ja! Oh nee, die cam, hè, waarom? Ja, nu heb ik het ook weer niet gezien. Wacht. Moet even een ander. Moet even hier omhoog gaan. Zag je? Die banden bij de sprong, die banden gaan gewoon helemaal naar beneden hangen. En dan. Hoppa. Nou, ik denk dat die veren. Er zitten echt goede veringen in hoor. Holy damn. Dit is de eerste keer dat ik dat merk bij zo'n auto. Nice, nice, nice. Ik vind het een prachtig autootje nu. Die koffer op dak vind ik echt gewoon. Het afmaken. Is het zijn geld waard? Hij is niet prijzig. Hij is goedkoop. Maar er is ook een andere SUV. Die was wel goedkoper, maar deze is ook niet heel duur. Heb je er iets aan? En gewoon online? Niet echt. Maar als je SUV races doet, kan je die wel handig gaan gebruiken. Want ik denk dat het wel een van de snelste SUV's gaat worden. Dus ja, de SUV races kan er wel mee doorgaan. Dus ik zal zeggen, doe wat je wil. Ik ga niks zeggen. Nee, ik ga niet zeggen of ik moet kopen of niet. Ik vind het een beetje jammer voor mijn geld, eerlijk gezegd. Voor die aantal SUV-races die we altijd doen, vind ik het een beetje jammer voor mijn geld. Eerlijk is eerlijk. Maar we gaan de video hierbij afsluiten. Het wordt ook alweer
Langzaam, langzaam donker. Dus hebben jullie genoten? Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En te liken. En op het belletje te drukken. En we zijn dan zo snel mogelijk terug met een nieuwe GTA Pimp video. Dus tot de volgende keer. Doei. Doei.